Tarik Tisoudali, de periode is binnen. Hoe fijn is dat? Ja, geeft ons een heel heerlijk gevoel. Vooral als je ziet wat we nog allemaal moeten doen voor de play-offs binnenkort. En ja, als je nog zo'n mooie prijsje pakt, dan geeft je alleen maar extra boost om de play-offs in te gaan. Nou kun je een periode pakken door NIP te winnen. En je kunt het doen zoals jullie het doen. Jullie hebben RKC echt alle hoeken van het veld laten zien, hè? Ja, vooral de eerste helft. We hebben eigenlijk de hele week aan naartoe gewerkt. En we hebben gelijk vanaf minuut 1 laten zien van hier valt niks te halen. En dat hebben we goed gedaan als team. Je bent zelf ook niet heel onbelangrijk in deze wedstrijd, want je scoort 2 keer. Vooral die tweede, die zat er ontzettend lekker in. Kun je hem nog even beschrijven? Ik maakte een 1-2'tje met Hoefdraad. En ja, gaf hem eigenlijk gewoon goed mee in de lucht. En ik kon hem eerst niet gelijk uithalen, dus ik gaf hem een tikje zeg maar, om hem goed te zetten. En ik dacht, ik ga hem gewoon uithalen. En toen ging hij er goed in de korte hoek. Is het in principe de bedoeling dat het doelpunt van de week wel gewoon wekelijks gemaakt wordt door iemand van Cambuur? Ja, nee, ik denk gewoon dat het gewoon toevallig is dat we mooie goals maken. Ja, we hebben gewoon een uitstekend team, veel scorend vermogen. Dus er is altijd wel een grotere kans dat iemand van ons hem pakt. Hoe erg genieten is het als je zoals die eerste helft voetbalt, dat alles eigenlijk lijkt te lukken? Ja, natuurlijk heerlijk. Als je voorkomt, dan heb je hier een probleem. En het is gewoon heerlijk om hier te voetballen. En we spelen aanvallend voetbal, we zetten vol druk en je ziet dat veel tegenstanders hebben moeite om hier doorheen te komen. Jullie zijn periodekampioen, maar door deze overwinning ben je eigenlijk ook niet meer te achterhalen door de teams die eventueel kunnen promoveren. Dus dat lijkt me ook wel ontzettend lekker, dat je zeker weet dat je de hoogst genoteerde club bent. Ja, klopt, dat is zeker. Maar ja, wij kijken niet naar beneden, wij kijken gewoon naar boven. We willen gewoon de tweede plaats behalen. We moeten nog tegen Jong Ajax, dus... Dus alles is nog mogelijk. Ja, je moet nog tegen Eindhoven thuis en Jong Ajax. 6 punten. Ja, ik denk het wel. Gefeliciteerd en geniet ervan. Dankjewel.